laatste uitzending gezien. En je was nog een van de 7 overgebleven kandidaten. Dat was best wel knap, denk ik. Hoe vond je dat zelf? Vond je dat ook, ben je trots op jezelf? Ja, tuurlijk. Ik vond het wel al cool dat ik erin zat. Want dat is natuurlijk al een hele uitdaging. Dat ziet niet iedereen. Maar het is wel moeilijk om in de make-up cup te komen. Dus of je nou laatste bent of eerste. Je bent toch al bij de 10 beste van Nederland. Masha, als moeder van Puk, hoe trots ben je? Heel erg trots. Ja, echt superleuk wat ze heeft bereikt, wat ze doet. Nou ja, gewoon de droom. Hoe heb je deze deelname beleefd? Ja, superleuk. Ik vond het echt heel erg leuk. En ik heb ook heel veel geleerd in de opdrachten. Echt van de tips en de tops en ja, van alles. Dus nee, ik kan niet zeggen dat ik het niet leuk vind. Het is een super toffe ervaring die ik nu al heb gehad. En zie jij die droom ook voor je, die je dochter heeft? Ja, die uit ze wel naar ons, ja. Oké. En hoe zie je haar toekomst nu? Ik hoop dat zij haar toekomst nu gewoon echt waar kan maken. En daar heeft ze nu wel meer kansen voor dan dat ze had. En die school, dat heb je nog steeds voor ogen om 3 verschillende scholen, als ik het goed heb, in het eerste gesprek wat we ooit hebben gehad. Mm-hmm. Dat wil je nog steeds voortzetten? Het is niet veranderd? Nee. Oké. Dat blijft zo voor ogen. Plannen, die heb je nog steeds. Ja. Mode en smink. Puk is heel erg gegroeid. In welk opzicht? Puk is zelfverzekerder geworden. Puk is gewoon Puk. En dat is gewoon echt gewoon mooi om te zien. Jullie zijn dus met elkaar met dat TikTok bezig. Heeft dat nou nog consequenties? Merk je dat? Ja, want we taggen elkaar natuurlijk in ons berichten. Dus we promoten elkaar. Ja. We zetten ons naam eronder en elkaars naam. Dus als ik dan een video maak en ik heb dat bijvoorbeeld samen met Mats gedaan, dan tag ik Mats eronder en dan gaan ze allemaal naar zijn account. En er was laatst 1 iemand die had een account aangemaakt en die heeft een video van mij geplaatst op zijn of haar account. En die video is viral gegaan en die is 39,5k keer bekeken. Zo. En toen werd ik wakker de volgende ochtend en toen had ik 2300 volgers. Dus het was wel echt heel cool. Je dochter is heel erg bezig met TikTok en volgers. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik vind het op sommige momenten lastig, want er kijken echt heel veel mensen naar. Ja. Maar aan de andere kant vind ik het heel mooi om te zien dat ze toch ook heel veel jongeren inspireert. En dat ze echt heel veel reacties krijgt en vragen krijgt. En dat ze daar dan toch anderen mee kan inspireren zoals ze dat heel graag wil. En dat vind ik echt heel mooi.